Leuk dat je kijkt naar deze review over papieren draagtassen. Zoals je waarschijnlijk weet, is er sinds januari 2016 nieuwe wetgeving van kracht over het gebruik van plastic draagtasjes. Vanaf 1 januari 2016 is het namelijk niet meer toegestaan om gratis plastic tassen mee te geven aan de klant. De reden hiervoor is simpel. De overheid wil, net als andere landen in Europa, op deze manier proberen zwerfvuil tegen te gaan. Als ondernemer ben je nu dus verplicht om voor een plastic tasje een bepaald bedrag te rekenen, wat je wel zelf mag verzinnen. Dit kan weerstand oproepen, maar ja, hoe moet je anders je producten meegeven? Je kan natuurlijk gebruik blijven maken van de plastic tasjes en hier een bedrag voor rekenen, of je kiest voor dé oplossing, de papieren draagtas. Door deze vernieuwde wetgeving zie je dan ook steeds meer papieren draagtassen in het straatbeeld verschijnen. Je zag ze al langer bij snackbars onder de naam snacktas, of bij de Chinees voor de takeaway, viswinkels, maar nu dus ook bij bijvoorbeeld giftshops, kledingwinkels, schoenenwinkels, noem het maar op. In deze review zal ik jullie wat meer uitleggen over onze papieren draagtassen. De draagtassen die we aanbieden op onze webwinkel zijn gemaakt van 70 grams sterk papier en zie je in verschillende kleuren, designs en maten voorbij komen. Ook hebben ze een platte handgreep van versterkt papier. Ook voeren wij een papieren draagzak. Dit is eigenlijk een papieren draagtas, maar dan zonder de handgrepen en kom je veel tegen bij de bekende fastfoodrestaurants. De meest verkochte maten, in zowel wit als bruin, zijn de middel- en de grote draagtas. Een groot voordeel van de papieren draagtas is de blokbodem. De tas kan hierdoor zelfstandig blijven staan en door de vorm van de bodem is het vullen van de tas erg eenvoudig. Nou wil je natuurlijk weten hoeveel je in de tas kan doen en dat ga ik je uitleggen. De maten van de draagtassen worden als volgt weergegeven op onze site. 32 plus 18 keer 26 centimeter. Ik zal je uitleggen hoe dit bedoeld wordt en neem hierbij de grote tas als voorbeeld. De breedte van de draagtas is 32 centimeter. De zijinslag, oftewel de diepte, is bij deze draagtas 18 centimeter. En de hoogte van de draagtas is 26 centimeter. Dit is handig om te weten als je bijvoorbeeld menuboxen, kilobakken of andere producten in je draagtas wil plaatsen of de ruimte naast deze producten wil benutten voor bijvoorbeeld een soep of een shake. Vind je een blanco draagtas nou te saai en wil je een trendy of vrolijk standaard design? Dan hebben we verschillende opties naast de basiskleuren wit en bruin. Denk hierbij aan de Graffiti Line snacktas, de Eat Me Line snacktas of voor de oliebollen of een visje. Wil je toch meer een bio-uitstraling, dan kun je deze bruine Kraft snacktas gebruiken met het design. Wil je nou opvallen op straat, dan kun je de draagtas natuurlijk bedrukken met jouw ontwerp of logo. Op onze branded pagina kun je snel en eenvoudig het formaat kiezen en selecteren wat voor soort bedrukking je op de draagtas wenst. Je kunt een draagtas tot wel 4 kleuren bedrukken. Belangrijk is te weten wat het verschil is in een 30% en een 100% bedrukking. Wil je een eenvoudige bedrukking van bijvoorbeeld alleen een logo op de breedte van de tas en zit dit logo in het midden, dan kun je kiezen voor de 30% bedrukking. Wil je de draagtas nou helemaal ingekleurd hebben of aan de zijkant nog iets kwijt, dan kom je uit op de 100% bedrukking. Tijdens je keuzes zie je direct de prijs veranderen en kun je dus direct zien wat jouw draagtas met logo kost. Een draagtas met logo is een leuke manier om jouw merk te versterken. Tot zover deze review over papieren draagtassen. Heb je toch nog vragen over onze papieren draagtassen? Of heb je vragen over een van onze andere producten? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag. Bedankt voor het kijken. Tot snel. Doei!